Weg met die roos van IKEA op canvas, hè, die we allemaal kennen. Of die uitvergrote vakantiefoto boven je bank. Een beetje estate hangt zichzelf. Of zijn gezin boven de vierzitter in olieverf vereeuwigd met een vleugje Rembrandt. Ja. Schijnt helemaal hip te zijn. Presentator Winston Gerstanovic bijvoorbeeld, die liet door kunstenaar Emiel van Dalen een familieportret maken van de Gerstanovicus. Ja, die is wel heel mooi hoor. Ja. Dat is wel heel erg Rembrandt. Ja. Nou, nu leek het de redactie een leuk idee om ook ons te laten schilderen. Kijk eens aan. Hier zijn we. Oh ja, ik moet hem hier houden. Tja. Tja. Weet je wat ze bij mij gedaan hebben? Nou? Ze hebben mijn moedervlek hier, hebben ze dus gewoon weggelaten. Kijk. Dus die moet je even met je dit pen... Dit is gewoon esthetische chirurgie. Nee. Nou, je kijkt wel heel serieus en ik vind dat ik wel heel donker ben. Maar goed, dat is misschien ook wel hoe het hoort, hè, op een olieverfschilderij. Olieverf geeft status, maar is duur. Neem je met iets minder genoegen, dan is er gelukkig ook de moderne weg. En tegenwoordig hebben we ook de mogelijkheid om een schilderij digitaal te laten schilderen. Hier zie je dus dat je wel de penseelstreken ziet. Het wordt ook helemaal met de hand geschilderd op het tablet. En uiteindelijk met een kunstdruk op canvas gezet. En het is een stuk goedkoper. Denk aan een paar honderd euro, afhankelijk van het formaat.